Wat voor stad willen we zijn in 2030? Die vraag hebben we met elkaar centraal gesteld met het nieuwe college. Met dezelfde partijen, maar met meer ambitie, te streven naar meer elan voor Dordrecht in 2030. Want Dordrecht moet meer worden. We hebben meer inwoners nodig. We hebben meer woningen nodig. We hebben meer werkgelegenheid nodig. We hebben betere verbindingen nodig, zowel met Noord als met Zuid. We willen meer jongeren aan de stad binden. Van groot belang voor de vitaliteit van onze stad. En tegelijkertijd willen we houden wat goed is in onze stad. De culturele voorzieningen, de ligging aan het water, de groei van het toerisme. Dat kunnen we allemaal nog veel beter uitbuiten dan het nu het geval is. De combinatie van onze historische binnenstad met het prachtige Biesbos. Twee kernelementen die onze stad rijk is. Dordrecht in 2030, dat moet een betere versie worden van de stad zoals we die nu hebben. Die ambities die we met elkaar hebben vastgelegd in het coalitieakkoord, die leiden tot een enorme opgave voor de hele stad. Vooral ook op het ruimtelijk-economisch domein. Dat betekent dat we locaties moeten hebben waar we die woningen kunnen realiseren. Hebben we die locaties? Ja, die hebben we zeker wel. We staan hier in het midden van de Spuiboulevard, waar een enorme transformatieopgave ligt, ook voor woningbouw. En tegelijkertijd hebben we nog het Leerpark, de Gezondheidsboulevard, de Spoorzone, het Maasterras. Grote locaties waar we nog heel veel woningen kunnen realiseren. Want de opgave is dat we die woningen wel binnen de bestaande stad gaan bouwen. En dat onze polders groen blijven. En die samenwerking met externe partners, ondernemers, investeerders en projectontwikkelaars is daarbij van buitengewoon belang. Want die plannen die kunnen we alleen maar met elkaar realiseren. De unieke kwaliteiten van Dordrecht, oudste stad van Holland, worden gelukkig steeds meer ontdekt en gezien. Zowel voor onze eigen bewoners, maar met name ook voor toeristen die hier in grote aantallen naartoe komen. En ontdekken wat voor rijkdom de stad Dordrecht te bieden heeft. Winkels, toerisme, de horeca, die floreren daar vanzelfsprekend bij. En ook de binnenstad die wordt ontdekt door mensen als fijne plek om te kunnen wonen. Met name de combinatie die je hier hebt, de levendigheid, de combinatie van wonen, werken en recreëren. Ja, biedt een fantastische plek voor toeristen, maar ook voor onze inwoners en mensen die zich hier graag willen vestigen. In Dordrecht vieren we graag belangrijke mijlpalen met elkaar. Na 200 jaar Koninkrijk hebben we 400 jaar Dordtse synode, 800 jaar stadsrechten en later vieren we ook nog de herdenking van de Sint-Elisabethvloed. Allemaal prachtige mijlpalen om het karakteristieke en het historische Dordrecht goed over het voetlicht te brengen. Dat is goed voor het toerisme. En op het gebied van toerisme willen we ook graag gastvrijheid uitstralen en voldoende voorzieningen gaan bieden voor iedereen die Dordrecht bezoekt. Maar vooral ook in het gebied waar we hier staan voor de pleziervaart. Voor mensen die een dagje Dordt komen doen of liever nog wat langer. En zo denken we dat 2030 Dordrecht een stad is waar je bij wilt horen.